Jeroen de Bruin, onderzoeker precisielandbouw voor Wageningen Open Teelten. En vandaag staan we bij Ecobot in het veld in Gemert. Wij van Wageningen Open Teelt coördineren pilot die Ecobot doet bij boeren hier in Gemert. We monitoren het veld en houden bij hoeveel onkruiden de robot weghaalt en hoeveel uien de robot mogelijk beschadigt. Tot in zoverre zien we dat het erg goed gaat. Het is interessant om te zien dat de robot vrij weinig uien beschadigt of vrijwel geen uien beschadigt tot nu toe. En veel onkruiden weten te raken. In het seizoen zal moeten blijken of dat er voldoende onkruid verwijderd is of niet. Tot in zoverre is het een leuke en succesvolle pilot. Ik ben Gijs Krol. Akkerbouwbedrijf in Gemert, met mijn ouders en mijn broers. We staan hier in een uienveld bij de Ecobot. Ik werd benaderd door Ecobot of zij de robot bij mij op een veld mochten gaan testen of het al praktijkklaar was. Ja, ik zag er wel iets in, want je merkt toch de maatschappelijke druk op de gewasbescherming, op de chemische gewasbescherming. Met name het oog op de toekomst wilde ik het proberen. Ja, vandaag de dag zijn we nu in 2 weken is zij hier in dit veld aan het wieden. Nou, het gaat tot de peden goed. Het merendeel van de onkruiden weet hij te pakken. Ja, we staan nu op een punt dat de uien een grote kant beginnen te worden. Dus ja, we monitoren nu iedere dag van beschadigt hij nog geen uien. Hoe lang kunnen we doorgaan met wieden? Is dit voldoende of moeten we daar toch nog een keer een chemische onkruidbestrijding inzetten? Maar ja, je ziet het veld. Het is vrij zuiver, dus.